Voor Jelle Kleijmans en zijn Elmar Nierels een applaus! Come on! Die grijzaard die droomt op een bank aan het dorpsplein. Hij die zijn hele leven steeds rode en schoon. Is hij de ware bandido? Of is die niet veel aan dood? Thank you.
een geweldige avond in Kalmthout vandaag. Ja, ik vond dat wel alleszins. Ik kan dat natuurlijk nooit zeggen, die naam van de mensen die op het plein stonden, maar... Ja, weet je, ik heb getracht om deze zomer een set in elkaar te steken waar mensen gewoon pretentieloos goed gezind van worden. Met liedjes die over generaties heen gekend zijn. En op een of andere mysterieuze manier werkt dat dus. Ik word daar zelf ontroerd van als je liedjes uit de jaren 60, 70 en 80 speelt. De kleine dropjes dat ook meezingen. Ik vind dat schoon, dat ontroert mij. Dat is inderdaad zo. Maar donderdag stond je in Antwerpen. Vervolgens in Lier. Zaterdag, zondag? Dan stond ik... in Merelbeken hebben we gespeeld. We hebben in... een dag daarvoor hadden we nog gespeeld in Opwijk. De dag daarvoor... Ik ben het al kwijt waar we toen stonden. Hasselt hebben we gespeeld. Ja, het is ongelooflijk. We spelen deze zomer ongeveer 34 keer. En wat altijd een goed teken is als we stoppen, komen er altijd mensen vragen... Oh, kom je wel volgend jaar naar daar? Dus dat is teken dat mensen een leuke avond hebben en dat wij ons job goed doen. Dat is een heel goede formule, hè? Ja, het is natuurlijk zo uit als de straten. Ik ga er geen prijs mee winnen met die formule. Het komt wel heel erg uit het hart. Niet alleen het feit dat ik heel graag dit soort genres zing. Want ik zing heel graag eigenlijk alles in het Nederlands. Maar het heeft ook te maken dat ik echt oprecht vrienden meeneem. Er zijn altijd twee gasten bij. Vandaag waren dat James Cook en Clara Clemens. Ja, Clara is mijn zus, dat is wel evident. Maar James en ik kennen elkaar al 10 jaar. Maar soms neem ik Jonas van Geel mee, die ik van mijn 12 ken. Soms neem ik Gert Verhulst mee, die ik van mijn 5 jaar ken. Allemaal vrienden, allemaal mensen die ik echt die dat eigenlijk voor mij doen. Ik heb gevraagd, willen jullie af en toe met mij eens mee een liedje komen zingen? En die hebben ja gezegd. En dat maakt dit ook zo uniek. Het is niet zomaar rap in elkaar geflansd. Er is echt zo, er zit een ziel in. Clara is aan haar tweede kindje bezig. Nu, jij bent Peter geworden. Hoe zit het? Mag ik een stoute vraag stellen? Hoe zit het bij jou met de liefde? De liefde? Goh, te veel aan liefde, hè. Te veel aan liefde, maar dat is goed voor een zanger. Want ik schrijf ook zelf liedjes en dat is alleen maar goed voor inspiratie. Ja. Daar wou ik net over hebben. Je hebt je eigen zangcarrière met je eigen liedjes. Staat er nog een cd op het programma? Ja, ik zal zelfs meer zeggen. Eigenlijk zijn wij op dit moment in een finale fase om met Clemens en Van Geel een plaat te maken. Dat zeggen we al lang. Ik zeg het nu met 98% zekerheid. Die 2% is voor als we zelf echt niet content zijn over het resultaat. Maar ik denk dat gaat meevallen. En het jaar erop zal ik mijn vierde plaat maken. Dus ik moet heel veel schrijven de volgende jaren. Maar dat is ideaal om te doen naast de musicals. Want die lopen gewoon door. 40, 45, dan komt Daans. Ik ga ook eens een maand op verlof. Want ik wil ook eens verlof. en ondertussen ben ik aan het schrijven. Alleen, samen met mensen. En mijn nieuwe plaat komt er in het najaar 2020 aan. Dus ik weet wel wat weer gedaan de volgende jaren. Maar ik vind het belangrijk in wat ik doe, van enerzijds het patrimonium dat er is te verdedigen, dingen aan bepaalde generaties door te geven. Anderzijds wil ik het patrimonium ook aanvullen met eigen materiaal. En eigenlijk wat dat betreft staat u een zeer gelukkige mens voor u. Ik had u gezegd ooit in de Engel, ik hoef niet met jou op de foto, artiesten zijn belangrijk. Maar nu staan we met twee op de video. Voilà, dat is eigenlijk nog toffer, hè? Het is nog gezelliger eigenlijk. Hè? Een selfie-video. Een selfie-video. Ja, maar je staat er niet echt. Dan moet je echt mee in beeld komen. Dan gaan we mee in beeld. Voilà, Jelle, voilà. Topgast. Voilà, dankjewel. Tot kijken, Jelle. Succes. Dankjewel. Meteen goed nieuws voor alle mannen die hier bang waren dat er alleen maar semi-knappe mannen op dit podium zouden staan. Los van onze toetsenist. Die is echt lelijk. Nee, maar echt, ik heb er iets aan gedaan. Ik heb de Rosse Vonk van Vlaanderen tot Kalmthout gekregen. Het is misschien na mijn moeder de belangrijkste vrouw in mijn leven. En ik ben zo fier dat ik ze nu mag voorstellen. Dames en heren, hier is Clara Clara! Thank you.
Maar wie is hier de derde kleinmans? Weet jullie dat? Kan jullie een tip geven? Kijk eens goed rond. Wie is hier de knapste vent op het podium? Want dit is het... Oh, dat is het. Terug in verwachting bent? Het was al... ik had het al gelekt in de pers. Ik verwacht het. Is al in de boekjes, het is al in de boekjes gepasseerd geweest. Ja, ja. Ik dacht, denk, een primeurtje, maar dat kan er dus niet af. Het is te laat voor een primeurtje. Nu ja, jij hebt vanavond opgetreden. Nu, naast deze zangcarrière heb je ook nog een acteercarrière. Hoe loopt het daarmee? Goed, ik ben aan het repeteren voor een nieuw stuk dat in première gaat voor Theater aan Zee. En daarvoor heb ik weer met mijn broer een half jaar gespeeld in 4045. En nu ga ik heel even moeten rusten, omdat er dus in begin november een nieuw kleintje aankomt. Enig idee wie dat de Peter gaat zijn? Mijn papa. De papa, dat is fantastisch. Nu, hoe is het om met je broer en je vader op podium te staan? Toch wel speciaal, omdat wij, ik zeg het, in 1445 hebben wij samengespeeld, maar dat zijn dan niet, je connecteert niet altijd even hard op podium, omdat je moet de scènes spelen die je speelt. En nu hadden wij niet echt scènes samen of zo. Terwijl nu kun je echt gewoon als broer en zus op een podium staan. En dan je vader achter je, dat is, ja, je beseft wel dat dat vrij uniek is. Dat niet veel mensen dat kunnen zeggen, dat ze zo'n leuke dingen mogen doen samen met familie. Maar kan je zeggen dat het je met de paplepel is ingegeven of is het vanzelf gekomen? Muziek is altijd heel belangrijk geweest, denk ik, in onze opvoeding. Of gewoon, dat is
dit soort evenementen hebben wij altijd gedaan als kind. Dus we zijn altijd mee geweest. Mijn moeder zong ook, heeft soms dezelfde muziek gezongen als wat ik nu aan, ja, wat de nummers die ik vanavond bijvoorbeeld zong. Dus we zijn dan ook altijd mee geweest als kind. Dus wij kennen deze plekken en zo'n backstage en van alles. Dus dat is toch ook een beetje thuiskomen op een of andere manier. Nu op het moment is het wel een vermoeiende periode voor jou, hè? Vermoeiend, ja. Eigenlijk wel. Ik ben veel aan het werken deze zomer. Maar vanaf september kan ik toch een beetje rusten. Oké, dan ga ik u rustig laten doen. Nog veel succes en succes met je kindje. In november dan maar? Ja. Het mag een beetje vroeger komen ook. Oké, dan ben je vroeger blijven. Vanaf. Oké, bedankt. Succes, hè. Merci. Dag. Ik moet zeggen, Count Out, ik ben een grote chansaar wat betreft mijn vriendenkring. Ik ken deze man al meer dan 10 jaar. Ik mag al 10 jaar zeggen dat hij een vriend is. Ik hoop dat hij dat van mij ook zegt. Ik geef flauw idee. Ik mag het hopen van wel. Wat ik wel weet, is dat hij sinds enkele jaren de chouchou van Vlaanderen is. Hij zit zo heel af en toe aan het massies op een boot met een andere goede vriend van mij. Dames en heren, geef me daar een applaus in. Dit jasje eindelijk na 2 jaar opnieuw kan dragen. Ik ben 3 kilo afgevallen, joepie de poepie. Ja.
Het is om je aan te zien, maar ja, oké. Hallo, het is voor u. Oké, goed. Lieve mensen, ik wil iets vragen van jullie. Jullie hebben allemaal een gsm. Jullie hebben allemaal zo'n lichtje erop staan. En jullie mogen al die lichtjes niet de lucht in doen. Want ik zou heel graag hebben dat het makkelijk mooi belicht wordt. Ja, doe maar hoor. Doe maar. Alle mooie lampjes die. Ja, fantastisch. Want het volgende jaar kennen jullie allemaal de staande commanties. En ik zou graag hebben dat iedereen met ons mee is. Je hebt me nogal uitgekleed op het podium, hè? Ja, kijk, als ik op dat podium kom, dan gebeurt iets met mij. Ik werd zo gelukkig van het kalme Houtse volk, die heel enthousiast was. En je stond daar zo mooi met je camera. Ik dacht, ik moet hem toch een keer vastpakken. Het was dagvreemde man van mijn droom. En je stond daar zo mooi te filmen. Dus ja, sorry daarvoor, hoor. Dat is niet zo bedig. Maar dit soort muziek, ligt je dat echt? Of maar ga je ook eigen werk uitbrengen? Of is het louter... kopiewerk? Nee, wel, Jelle heeft een aantal bandido's en ik ben er één van.
En toen hij mij de vraag stelde, hij weet dat ik hou van Vlaamse liederen. Dus voor mij was het eigenlijk een leuk uitje. Maar ik moet wel zeggen dat ik altijd heel erg zenuwachtig ben. Hè. Dit is totaal niet mijn habitat. Dus voor mij is dat totaal uit mijn comfortzone. Maar ik vind uitdagingen aangaan net interessant. Ik denk dat elke artiest dat ook moet doen. Ik denk dat als je 's ochtends opstaat en zegt, oh, weer al hetzelfde, dan dat is niet hoe ik mijn leven verder zie. Ik wil uitgedaagd worden. En dat is zeker zo bij El Bandidos. En ik vind het ook gewoon super tof om met zo'n kapitein als Jelle Kleijmans op scène te staan. Het is wel... donderdag, verleden donderdag stond je te Antwerpen, dan in Lier. Zaterdag, zondag wellicht ook nog ergens en de rest van de week ook nog ergens. Is het niet erg vermoeiend? Nee, helemaal niet. Ik denk dat je dat hebt gezien. Dan hoop ik toch dat ik me heel erg amuseer. Ik kijk er echt naar uit. Van, deze ochtend stond ik op en ik had echt zin in om hier vanavond te staan. En ik zei het daarnet ook op het podium en ik heb het ook tegen Jelle gezegd toen ik toekwam. Ik zei, maar ik heb zoveel goesting vandaag. Ik heb zoveel goesting om nog een keer ja, die uitdaging aan te gaan. En hopelijk met een wild publiek. En dat was zeker zo. Dus iedereen heeft heel leuk meegedaan. Je voelt je heel erg omarmd hier in Kanthout. Oké, James Cook, bedankt voor het interview en tot de volgende keer, hoop ik dan maar. Ja, het zal wel zijn. Nodig ons maar uit, wij komen heel graag terug. Jelle en ik hebben niet altijd een hele makkelijke jeugd gehad. Ongelukkige jeugd soms. Ongelukkige jeugd. Ja, ja. Het was soms zwaar. Ja. Bijvoorbeeld, maar iets te noemen, wij mochten niet altijd kiezen waar wij op vakantie waren. Wij wilden zo graag met de sneeuw. Naar de bergen in Tirol. Hij heeft namelijk een jodelfetisch. Ja. Ons vader is zelf een amateur jodelaar. Ik neem aan dat u dat niet moet horen. Thank you.
Dag, vader Jan Kleijmans van de familie Kleijmans. Waar heb jij je muzikale zaad allemaal geplant? Ja, ik heb eigenlijk gewoon twee keer maar. Hè. Ik heb een zoon en een dochter. Dus Clara en Jelle, dat is mijn muzikaal zaad dat ik heb voortgeplant. Maar mijn grootvader was zelf ook een hele toffe muzikant. Dus daarvan heb ik het dan weer, denk ik, een beetje gekregen, geërfd. Maar ik zie dat je enorm, enorm trots en fier bent op je kinderen. Oh, het is gewoon super tof om samen met je kinderen op een podium te staan. Het is gewoon super tof. Dat is, ja, er is iets, er is een band en dat voelde gewoon. En wij moeten maar naar elkaar kijken en dat is gewoon keiplezant. Wij weten gewoon wat er gebeurt of wat er niet gebeurt. Dat is echt heel tof, ja. Ja. Maar je ziet ook dat alle muzikanten meegenieten van hun podiumoptreden. Ja, maar alle muzikanten genieten van het podiumoptreden, want we zijn gewoon, dat is gewoon een heel leuke set om te doen. Maar het is natuurlijk wel, ik kan dat natuurlijk niet vergelijken met mensen die dat ook hebben, maar voor mij is dat het ultieme. Samen met je kinderen op een podium staan is gewoon heel, heel plezant. In elk geval, ik vind het enorm, enorm succes. En ik wens je nog veel succes in je toekomstige carrière. Dank je wel. Ik hoop dat ze nog lang mag duren. Hè? We zijn al wat ouder. Hè? Ja, natuurlijk. Bedankt. Hè. Doei. Wat voor een fucking graaf publiek bent u?